achterlaten. Gaan Sarah en ik op pad. We gaan in de auto. Ja, we gaan naar schooltje. Want wij gaan naar schooltje vandaag kijken, hè? Ja, jawel. Daar is de auto. Ga je mee? Oh. Je zit even met de bus gaat. Sarah, de bus gaat niet. Je gaat met de auto. Je gaat niet met de bus. We gaan met de auto. Ik denk dat ze zelfs bent en boven de bus gaat. Ja. Helaas. Kom, gaan we. Tot straks. Tot zo. Dag. En daar zijn we weer. Het is inmiddels alweer na het slaapje van Sterren. Want die was natuurlijk na het schooltje in slaap gevallen. Was het leuk, Sterren, op school? Hola. Geef niks. Was het leuk op school? Ja. Ja. Je vond het leuk, hè? Sterren ging gelijk spelen met vriendjes. Of vriendjes en vriendinnetjes met kindjes, andere kindjes. Sommige kindjes had ze al eerder gezien. Van, dat zijn dan weer zusjes of broertjes van kindjes die bij Bento Bo in de klas zitten. Dus dat was super leuk. Eigenlijk zijn we daarna doorgegaan met Sterren haar kamertje. Ik heb Sterren haar kamertje voor de tweede keer een sauslaag gegeven met een roze kleur. Het is een beetje donker. We moeten nog een lichtpunt maken. Dus vandaar dat deze lampjes er hangen. Maar ja, lijkt ook wel weer gezellig. Maar hij is eigenlijk zo goed als af, jongens. Echt super blij mee. Kijk, speelgoed staat er. Zit een mooi kleedje zit erin. Het bed is opgemaakt. Sterren is helemaal blij. We gaan eens even naar een klink aan het zoeken voor de deur. En dan kunnen we hier verder aan de buitenkant afmaken. Want dan is in het kamertje eigenlijk alles klaar wat we wilden doen. Er komt nog wel een hier waar dit speelgoed staat op de grond. Een bureautje, ook in de whitewash look. En met daarbij een stoeltje waar ze wat speelgoed kan opbergen. Waar ze aan kan zitten en spelen. Er ligt een leuk kleedje op de vloer. Dus het is echt super gezellig aan het worden. En we gaan nu even de rotzooi hier opruimen. Ook nodig. Wat ga je doen, Sterren? Nee, daar is jouw bed. Daar. Ja. Nee. Ja? Ja, daar mag jij slapen. In deze kamer. Vind je dat goed? Auw, poesie. Oh. Daar mag je slapen. Vind je dat een goed idee? Nee. Oh. Ga je spelen? Ben je mee? Ja. Doe je een speentje uit? Nee. Bootje. Ja. Ben je een beetje moe van school? Ja, heel erg. Wat heb je gedaan dan vandaag? Want ik hoorde jou vertellen over... Ja. Theater? Nee? Ja, theater? Lijkt op een theater. Lijkt op theater? Of toneelstuk of zo? Toneelstuk van mensen. Mensen. Ja, superleuk. Dan ging je vandaag naartoe met school, met je klas? Ja, in het hotel. In het hotel, hè? Ja, daar hebben ze een soort van ruimte. Een soort van buurthuis aan, vast, waar ze dat soort dingen organiseren. Dus die meiden hebben weer een leuke dag gehad op school, dus dat is super fijn. De temperaturen gaan hier buiten steeds meer naar beneden, dus we gaan echt wel toe naar de winter. Ook dat merken we heel goed. Dus we zijn druk aan het voorbereiden. Nou, natuurlijk waren we het al wel met dingen. De eerste natte sneeuw komt er ook al aan. Maar qua kleding moeten we daar ook echt goed om denken. Die meiden dragen eigenlijk heel vaak spijkerbroeken en dat is best wel fris. Dus ze gaan er maillots onder dragen als ze wachten op de bus. En heel veel buiten spelen, dan moeten ze wel warm kleren aan. Of we gaan ze gewoon alvast, als het zo koud is, met een skibroek naar school doen. Volgens mij doen ze dat. Ze hebben thermo-ondergoed toch? Thermo-ondergoed eronder, dat soort dingetjes. Daar moeten we wel alvast even een beetje rekening mee gaan houden. Maar goed, dat was dat. Dit was trouwens het toneel of dansvoorstelling waar ze zijn geweest.
wel vet om te zien. Ze zijn eigenlijk best wel veel op pad. Ze gaan ofwel een bergwandeling maken, ofwel een uitstapje naar de skibaan, zeg maar. Hebben ze lekker geluncht met z'n allen. En vandaag waren we dus ook op het schooltje van Sterren. En daar vertelde de juf mij ook dat ze echt heel bewust met de natuur ook omgaan. En dat ze de kinderen willen meegeven en willen laten zien wat de regels zijn. De brandoefening, vertelde ze, hebben ze voor over 2 weken gepland staan. Dat doen ze ook met die kleine kinderen. En ze snappen heel veel, zeggen ze. Want ze zijn misschien wel heel jong, maar ze nemen zoveel op. Dus ze krijgen daar op hun manier wel echt wat van mee. En daar leren ze ook heel veel van. Dus het is op spelende wijze onderwijs, eigenlijk al op die leeftijd. Ze leren ook al wat ze wel en niet mogen plukken en zo. Hè? Ja, klopt. Ja, nou dat ook. Ze waren laatst naar het bos geweest en dan hadden ze bladeren, paddenstoelen en bessen en zo allemaal gedaan. Daar maken ze dan zelf ook jam van. Maar een van de bladeren maken ze dan leuke werkjes. Dus... En ook dus al op die leeftijd. Dus dat is echt superleuk. Ik vond het echt, echt leuk om te zien bij Sterren ook vandaag. En morgen mag ik dus een dagje mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zitten in de auto. Wij zijn er klaar voor onderweg naar schooltje. Sterren haar eerste echte dag. En ik mag er vandaag bij zijn. En morgen ook. Om te wennen. Gisteren hebben we al even een rondleiding gehad. Was superleuk. En ze heeft er heel erg veel zin in. Ze zei de hele tijd net tegen Ron. Tot zo. Doeg. Tot zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. We gaan daar ook lunchen vandaag. Ze gaat daar slapen vandaag. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga kijken of ik jullie kan meenemen daarin. En we zijn er. Daar mag ze straks heen. Eerst Sterretje even uit de auto halen. Koekoek. Ze doet elke keer die deur op slot. Ja, je doet de deur op slot. Ben je er klaar voor? Ja. Yes. Yay! En de eerste schooltas zit er ook op. Zoals je kunt zien, was hij behoorlijk vermoeiend. Ze is gelijk omgevallen. We hebben dit keer niet gered tot 2 uur. Normaal gesproken slapen ze namelijk nog eventjes na het eten. Om 11:00 dan wordt de lunch geserveerd. En daarna gaan ze slapen. Alleen Sterren wilde daar niet slapen. Dat gaat heel anders. Ik zal zo allemaal even uitleggen hoe het allemaal ging. Dus wij zijn afgehaakt daar. En nog even langs de winkel geweest. Laatst een klein beetje boodschapjes gehad. Gehaald. Even nog iets op de post gedaan. Naar Nederland. En nou gaan we richting huis weer rijden. Dan zal ik jullie even vertellen hoe de dag is gegaan vandaag. Want het was echt iets wat je normaal ook niet meekrijgt op de opvang. Maar hoe ze dat hier doen, het gaat toch wel anders. Als dat ik in ieder geval gewend ben. Dus het is wel even leuk om te vertellen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben alleen. De rest is allemaal weg. De kindjes die zijn allemaal naar school. Schoolster is naar de kinderopvang. Samen met Daisy. Gisteren waren we de camera kwijt. Dus Daisy kon nog niet een vervolg geven aan hoe het ging op de kinderopvang. Maar goed, ze is vandaag weer heen. Dus vanmiddag zullen we daar een vervolg aan geven. Ik ga verder met klussen. Ja, dus eigenlijk dat. And we're back! We zijn weer terug van het schooltje van Sterren. En weer eerder dan gepland. Want het lukte weer niet om te gaan slapen daar. We hebben het wel geprobeerd. Maar het is gewoon zo'n andere situatie. Daar moest ze gewoon even aan wennen. En dat komt vanzelf, ben ik van overtuigd. En ik was er nu ook bij, dus dan is het sowieso ook anders, denk ik. Ik zal jullie even meenemen in hoe zo'n dag eruit ziet. Ik mocht daar helaas niks filmen, dus snap ik ook wel. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik zal jullie even meenemen in hoe zo'n dag er ongeveer uitziet. In dit geval van Sterren zou ze dinsdag, woensdag of donderdag terecht kunnen.
van 9 tot 2. En dat is eigenlijk puur en alleen omdat wij beiden nu nog geen baan hebben. Maar als je het wel heel belangrijk vindt dat ieder kind, ongeacht of er een inkomen binnenkomt of niet, recht heeft op educatie. Want het is eigenlijk een soort van voorschool. Sterre is nu net 2 geworden, dus ze kunnen vanaf 1 jaar kunnen ze daar terecht. En ze doen eigenlijk alles op spelende wijze aanbieden. Dus ze hebben deze week het thema brandweer of brand, brandoefening. Nou ja, alles wat met brand te maken heeft. En dan gaan ze uitleggen in kindertaal wat te doen bij een brandoefening. Hoe ze dan, dat ze dan op hun knietjes moeten kruipen naar de uitgang. En hun jas moeten pakken en schoenen aan en dan gauw naar buiten. Tenminste, het ligt ook even aan welke temperaturen uiteindelijk er zijn. Maar dus kruipend naar buiten en dat je 112, dat een heel belangrijk nummer is. En zij doen ook heel veel met gebarentaal. Dus het is wel grappig, dan zeggen ze 1 of et, tvol. Zeggen ze dan et, tvol. 112. Zo legt ze dat dan uit, dat echt een heel belangrijk telefoonnummer is. Die je moet bellen als er gevaar is, als er brand is, als er iets is gebeurd. Wat doen ze dan nog meer? Nou ja, dat doen ze eigenlijk in zo'n samenkomst 's morgens. Dan is dit was nu dan het thema. Daarna gaan ze eigenlijk gelijk naar buiten om te spelen. Dus dat is ook wel, wel vet. Ze gaan eigenlijk elke dag naar buiten. Maakt niet uit wat voor weer het is als het regent. Kinderen hebben daar ook aangepaste kleding voor. Regenkleding moeten ze eigenlijk allemaal mee hebben. Met deze temperatuur, het was vanmorgen dus min 7. Dus dan moeten ze ook, ja, moet je daar gewoon kleding op meegeven. Want ze gaan sowieso naar buiten. Ligt er even aan hoe koud het is van de lengte dat ze dan uiteindelijk buiten of de tijd die ze buiten doorbrengen. Wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze even binnen spelen. Nee, als ze binnenkomen trouwens, wordt iedereen kont verschoond of gaan ze plassen. Dan gaan ze ook allemaal handen wassen, want dat doen ze voordat ze aan tafel gaan sowieso. Want dan kunnen ze heel even spelen en dan gaan ze dus aan tafel. Na het tafelen gaan ze ook weer handen wassen. En dat doen ze allemaal, gaan ze allemaal netjes in een rij staan. En dan gaan ze handen wassen en dan wachten ze even op elkaar. En dan gaan ze allemaal naar een gemeenschappelijke ruimte, zeg maar. Er is een kamertje, er liggen allemaal matrasjes op de grond. En iedereen heeft zijn eigen dekentje en zijn eigen slaapknuffeltjes. En iedereen weet waar die kan gaan liggen. Ja, je hoofd gestoten. Hè? Jij bent nog een beetje moe. Ze heeft net alleen in de auto geslapen. Maar iedereen gaat daar dus liggen op zo'n matrasje. En er wordt een klassiek nummer afgespeeld op de achtergrond. En de een na de ander valt gewoon in slaap. Behalve Sterre dus. Ja, je mag bij mij zitten. Sterre die is dat gewoon niet gewend. De crèche in Nederland was gewoon heel anders. Ook goed hoor, daar niet van. Dat was ook top. Alleen, ja, het is heel anders dan gewend. En daarbij is ze natuurlijk ook heel lang niet naar de opvang geweest en bij ons geweest. Dus ja, heel apart, maar echt heel leuk, heel vriendelijk. We hebben lekker geluncht. Het was vandaag, stond er op het menu pasta met zalm. Dat was yummy. Voor Sterren houden ze rekening mee dat ze geen melk mag. Dus dan maken ze iets zonder room erin. Of met een room geschikt op sojabasis. Dus dat is super leuk en super lief. Echt, ik hoef daar niks voor terecht. Het enige wat ik mee moet brengen is dus de juiste kleding. En luiers. En de rest hebben ze daar allemaal geregeld. Dus top voor elkaar. Het was echt weer een super leuke dag. Morgen zijn we lekker een dagje thuis. En zaterdag hebben wij een verjaardag van onze Bootje. Bootje is jarig zaterdag, hè? Bo is helemaal excited al de hele week. Ik kan me er natuurlijk ook wel bij voorstellen. Die heeft er helemaal zin in. En ze weet dat ze cadeautjes krijgt. En dat we het gaan versieren. En haar Nederlandse vriendinnetje komt op bezoek. Dus dat is superleuk. Die wonen hier een kwartiertje verderop. Een stukje verder richting het noorden. En daar zit ze ook eigenlijk elke dag mee in de bus. Dus dat is echt leuk.
Die komen dan zaterdag. Zaterdagmiddag hebben we nog een buurtfeest. Ga ik ook even kijken of ik er wat van kan vastleggen. Hier in de buurt kunnen we ook even de buren ontmoeten. En ja, dat was het eigenlijk wel kort samengevat. Ik ga eventjes kijken of het lukt met Sterretje in de buurt om boven nog even wat te gaan behangen. Ondertussen wordt er ook alweer lekker geklust. Voorbereidingen worden gemaakt om een gat te maken daar. Hetzelfde als die. Voor de ingang van het bed van Bo. Want die meiden gaan daar achter slapen. En gisteravond heeft Jeroen. Of gisteren had Jeroen deze muur dichtgemaakt. En die heb ik behangen. Dus dat zit er ook weer keurig in. Moet alleen nog even afwerklijstje aan de bovenkant langs. Plinten zitten er al aan. Het kan eigenlijk geverfd worden. Alleen we moeten eventjes kijken of we dezelfde sierlijsten kunnen vinden die er al aan zitten. Zodat we het in één geheel kunnen doortrekken. En dan kunnen ook hier aan de buitenkant van het kozijn de afwerklijst erop. En dan moet alles in zijn geheel, het hele kozijn en de deur eigenlijk nog even geschilderd worden. Ondertussen heeft Jeroen ook hier een oplossing voor bedacht. Het raampje bij Sterren, dat zou eventueel open kunnen. Dat was al wel iets moeilijker gemaakt. Dus hij was niet zomaar open te krijgen. Maar Jeroen heeft er even een hangslotje op gemaakt. Een ander slotje op gemaakt. Hij is al dubbel glas. Maar Jeroen heeft er ook een voorzetraampje nog voor gemaakt. Ze heeft het glas gesneden en een mooi kozijntje ervan gemaakt. En die zet je er dan voor als extra isolatie. En die kan er dan in de zomer uit en in de winter in. Dus dat is ook top. Ook gelukt. En ik ben ondertussen begonnen, want ik had nog behang over, om alvast deze muur te behangen. Die krijgt straks een blauwe kleur. Hij bobbelt echt heel erg, die muur. Maar dat zie je bij Sterrenkamer ook niet meer. Nu het is geverfd. Dus daar ga ik maar vanuit dat het zo meteen ook is. Je ziet gewoon. Nou, ik weet niet of je de camera ook zo ziet. Maar zo. Een bobbel. Als het goed is, komen die hier. Als het straks geverfd is. Er komt een beetje een blauw tint op als die. Komen er nog houten balletjes overheen. Zie je ook bij de IKEA wel eens terug. En die zie ik ook wel eens op TikTok voorbij komen. En dan over deze hele muur. Leek ons wel vet. Dus het is hier een chaos. Ik heb even beddengoed voor de meiden gelegd. Want Jeroen is druk aan het zagen. Ik ga ondertussen even hier een klein stinkkontje verschonen. Ga je mee, Sterren? Je hebt poepie gedaan, hè? Kom, gaan we even schone billen doen. En toen was er een gat. Gat nummer 2. Kijk maar. Goed gedaan. Even het juiste gereedschap erbij en het is zo gepiept. Een Supro-zaagje, hè? Ja. Alleen wel eventjes weer een zaagsel ruimen, zien we. Ja, maar minder dan... Niet zoveel als bij het andere. Daar, maar ja, dat was natuurlijk een complete wand. En een beetje... de stof laten neerdalen, en dan kunnen we hier gaan afstoppen. Ja. Oh. Ja. Sterren, ga maar even... Kom, Ster. Die zaag is heel scherp. Ja. Stekker is er wel uit, maar... Terwijl Jeroen het enigszins begaanbaar maakt weer boven. We hebben samen even het zaagsel opgeruimd. Maar hij maakt eventjes de binnenkant van het gat, zeg maar, werkt hij even af. Dat er verder geen zaagsel meer vrijkomt. Ga ik ondertussen eventjes het eten maken. De meisjes zijn ook thuis. Die hangen even lekker voor de televisie. En Sterren is een beetje moe. Die heeft natuurlijk niet zoveel geslapen bij de opvang. En ook maar heel kort in de auto. Dus die ligt nog eventjes samen met Bo op de bank. Bo heeft vandaag voor het eerst zwemles gehad. Misschien dat ze daar even over wil vertellen. Bo, jij had vandaag voor het eerst zwemles of niet op school? Ja, ik had zonder die high fin en zonder die banden. Mocht je gewoon zwemmen? Ja. Ging je kikkervliegtuig potlood oefenen? Mm-hmm. Wat goed. Die kon ik opeens. Super, ja. Super knap. Kon je opeens zomaar zwemmen? Nou ja, je ziet het. Het was een leuke dag weer vandaag. Meisjes zijn even aan het chillen. Die waren net al even boven aan het spelen geweest met, op Sterren haar kamer. En die waren natuurlijk helemaal wild over het feit dat we aan hun kamer zijn begonnen. Maar goed, dat moet even in delen, want ze slapen daar ook. Dus het kan niet
een chaos blijven, dat moeten we steeds weer opruimen. We hebben niet echt plek om hun ergens anders onder te brengen. Dus het meeste rotzooi is ook nu wel gebeurd. Het is straks, moet ik even schuren. En dan is het weer een kwestie van opbouwen. That's it eigenlijk. Dus. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Alweer het einde van de schoolweek voor de meisjes. En Sterre? Adios. Sterre, jij hoeft ook niet naar schooltje vandaag, hè? Hallo? Jij hoeft ook niet naar schooltje vandaag? Nee. Jij bent lekker bij ons thuis. Zoals je kunt zien sta ik in de meidenkamer. Waar we dit allemaal hadden verwijderd. Jeroen heeft gisteren een gat gemaakt. En hij gaat bezig met het binnenwerk, zeg maar, van het bed. Van de bedden, moet ik zeggen. Het is wel zo dat er geen matrassen in kunnen van 2 meter. Want daarvoor is de lengte te kort. Maar het worden matrassen van 1,80. Nou ja, ook prima. Dus die moeten we even opsnorren nog. Maar eerst even de binnenzijde van het bed maken. Een wandje ertussen. Ik heb de kamer zo goed als leeg gemaakt. Even alle prularia's eruit. Die bedden moeten er dan nog uit. En die bedden even zo van die meiden op elkaar gelegd. Zodat ze hier wel kunnen slapen. Dan hebben we gewoon hier gewoon net even wat meer leefruimte. Loopruimte moet ik zeggen. En hier heb ik dan even een kast neergezet. Die staat hier op de gang. Die staat hier verder niet in de weg. Dan kunnen we hier nog normaal leven. Maar ook goed erbij om te klussen. Dus ja, dat zat er eigenlijk op de planning voor vandaag. En Jeroen heeft gisteren iets heel moois gemaakt. Iets heel moois en heel handigs wat op het dak gemonteerd moet worden. Dat zal hij zo meteen eventjes laten zien. En verder ga ik vanmiddag bezig met de vlog editen. Echt, wat een rotklus is dit. Al deze nagels moeten eruit. Kijk, ik ben al wel een heel eind waar al die gaatjes zitten. Daar zaten ze allemaal. Maar ja, alles voor een mooi resultaat. Hier zitten er ook nog een hele hoop. Daardoor krijg ik het behang er ook niet goed af. Dus dat moet er wel af. En dan kunnen we weer door. Oh ja, en het frame voor die bedden. Is Jeroen mee bezig. Terwijl ik de laatste hand heb gelegd aan vlog nummer 38... is Jeroen naar buiten gegaan en is hij het dak opgegaan om de laatste nagels, zeg maar, die nog vastgemaakt moesten worden of aangetimmerd moesten worden, om die vast te maken. En hij had gisteren dus een hoedje gemaakt die bovenop een buis moet komen op het dak. Wat dus nog niet was, had hij gisteren zelf gemaakt en dat moest hij dus op het dak maken. Ik ga even kijken of ik daar wat van kan laten zien. Het is koud, het is 4 graden jongens. Het zonnetje schijnt wel, dus dat is wel lekker. Maar ik ga even kijken of ik jullie kan laten zien wat Jeroen aan het doen is. Hey, hoe gaat het? Nou. Vind je het eng? Huh? Vind je het eng? Ja, ik heb geprobeerd om af te laten zakken, maar... Dat wil niet? Ik heb nog niet alle vertrouwen in het touw. Ik ga het nou andersom proberen. Ga ik met de ladder omhoog. Ja. En dan probeer ik omhoog te lopen met het touw vast aan de schoorsteen. Oké. En daar moet nog een hoedje op die je hebt gemaakt? Ja, dat wil ik gaan doen, ja. Nu. Die zit hier bovenop. De meiden waren op tijd terug van school vandaag, dus ik ben met Bo eventjes naar de winkel geweest om gebakken uit te zoeken voor haar verjaardag morgen, want die is natuurlijk morgen jarig. Ze wordt alweer 6 jaar en ze wilde eigenlijk, ja, ze wist eigenlijk niet zo goed wat ze wilde, daarom wilde ze mee. Maar ze herkennen hier ook niet het gebak wat we in Nederland kennen en ik was nu in een winkel, in de Co-op in dit geval, en daar hadden ze geen, of tenminste niet zo'n uitgebreid assortiment qua bakproducten, dus om echt een cake of een taart of zo te bakken. Dus we hebben uiteindelijk verschillende soorten donuts meegenomen. Dus daar ga ik morgen een leuke taart van maken.
En we hebben 6 kaarsjes meegenomen die we kunnen uitblazen voor haar verjaardag. En nu, omdat we morgenavond het buurtfeest hebben, of een buurtetentje, mocht bovenavond kiezen wat we gingen eten. En het is uiteraard patat geworden. Ditmaal niet hier gebakken, maar Jeroen bakt het in het gasthuis. Want anders stinkt het hier gelijk zo in huis de hele avond. Daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel zin in. En het kan daar ook prima. Ik ben de kebab aan het bakken, want we hadden niet zin in een frikandel. Die meiden wel, maar wij willen graag kebab erbij. Dus ik heb lekker tzatziki zelf gemaakt. Ik heb appelmoes meegenomen. Dus die meiden hebben straks een frikandel kipnuggets erbij. En de patatjes zijn bijna klaar, heb ik gehoord. Dus dan kunnen we zo meteen aan het feestmaal van Bo lekker genieten. Dus kijk maar, de tafel is al gedekt. En Stella, Sarah, ben je al aan het eten? Even wachten nog, hè? En dat was hem alweer. Wij sluiten de weekvlog weer af. We hebben een super toffe week gehad. We zijn ons ervan bewust dat we ongeveer 2 weken achterlopen. Ja, we lopen 2 weken achter, ja. Met vlogs, dat komt omdat we natuurlijk ook een periode in Nederland niet de vlogs online hebben gezet. Dus we gaan proberen een beetje in te halen. Dus het kan zijn dat jullie binnenkort een extra vlog van ons te zien krijgen. Sowieso gaan we nu al uploaden op zondag en op woensdag. Dat zijn al 2 vlogs. Ik heb zoveel beeldmateriaal dat we hem ook door binnen moeten splitsen de week soms. Want anders dan wordt het gewoon een hele lange vlog. Dat is misschien niet heel handig. Bij deze sluiten we hem dus af. Dankjewel voor het kijken. Er komt echt heel veel leuks aan, kan ik je vertellen. Wij zitten namelijk op dit moment al in de sneeuw. Dus dat krijgen jullie nog allemaal te zien de komende weken. En de meidenkamer is af. Ja, is echt heel leuk geworden. Ja, jullie. Maar die gaan jullie zien. Die gaan jullie zien, inderdaad. Tot de volgende. Tot de volgende!